Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over het westen van het land. In het noordwesten kan een licht buitje vallen, maar dat stelt allemaal weinig voor. En verder is er vanochtend flink wat ruimte voor de zon. De laatste nevel of mist gaat oplossen en de temperaturen lopen op van een lage 3 graden in het oosten naar een graad of 10/11 aan het eind van de ochtend. Vanmiddag loopt het kwik verder op, wordt het 18 tot 20 graden, waarbij in het noordoosten misschien een enkele bui valt. Verder is het op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt regelmatig. De wind is zwak tot matig en waait uit de noordwestelijke richting. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, in het noorden wat meer wolkenvelden, maar ook daar zijn nog opklaringen de temperatuur gaat omlaag. In de nacht kan het in het oosten weer afkoelen naar 6 graden. Dan beginnen we morgenochtend nog met wat zon. Maar vrij snel neemt vanuit het westen de bewolking toe. En in de middag volgt vanuit het westen ook wat regen. In het zuiden is het vaker droog. In het noorden valt de meeste neerslag bij 17 graden. Donderdag is dan weer een overwegend droge dag. Met 19 tot 22 graden. Waarbij we vrijdag nog wat licht gespetter hebben in het zuidoosten. En daarna is het echt droog. Vrijdag en zaterdag doen we het met temperaturen net iets onder de 20 graden. Ik ben Marken Verhoef van weerplaza.nl.